een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan. Dus moeten Peppa en George terug naar huis? Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed, dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo! Horen jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen hallo. Het is mejuffrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, papa Big. Aha, ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, papa Big? Heel erg goed zelfs. Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera. Wee. Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie. Wip-wap, wip-wap. Papa, mama. We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. Bedtijd. Het is bijna bedtijd. Peppa en George smullen van hun avondeten. Papa Big. Oh, sorry. Ik ben een beetje moe. Het was een lange dag. George en ik zijn helemaal niet moe. Mogen we in de tuin spelen? Nou, het is al bijna bedtijd. Oh, mogen we nog heel eventjes buiten spelen? Alsjeblieft, mama. Alsjeblieft, papa. Oké.
maar meteen komen als jullie in bad moeten. Ik snap niet waar ze de energie vandaan halen. Peppa en George gaan voor het slapen nog even in de tuin spelen. Kijk, George. Heel veel modderpoelen. Peppa en George hebben hun laarzen aan. Zo kunnen ze goed op en neer springen in modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. En George is ook dol op springen in modderpoelen. Kijk, de grootste modderpoel van de wereld. Wat een reusachtige modderpoel, zeg. Peppa, George, in bad. Papa, mama, we hebben de allergrootste modderpoel ooit gevonden. Dat zie ik, ja. Hup, snel in bad. Oh, mogen we nog niet heel eventjes buiten spelen? Nee, het is baddertijd. Jullie zijn zeker al slaperig, hè? Nee, papa. We zijn zelfs nog niet een klein beetje slaperig. Peppa en George zijn dan misschien niet slaperig, maar ik wel. Ik ook. Voordat ze gaan slapen, gaan Peppa en George in bad. Peppa is dol op spetteren. En George is dol op spetteren. Peppa en George zijn allebei dol op spetteren. Dat is wel genoeg gespetter. Jongens, afdrogen en pyjama's aandoen. Oh, mogen we niet nog ietsje langer in bad blijven? Baddertijd is voorbij. Nu gaan jullie je tanden poetsen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Goed zo, stop maar met poetsen. Nu hup in bed. Oh, ik denk dat ik nog eventjes moet doorpoetsen. Als je in bed ligt, leest papa Big nog een verhaaltje voor. Hoera! Peppa en George zijn dol op verhaaltjes. Als Peppa gaat slapen, ligt Teddy altijd knus tegen haar aan. En als George gaat slapen, ligt meneertje Dinosaurus altijd knus tegen hem aan. En zijn jullie nu een beetje slaperig? Nee hoor, papa. Dus je mag heel veel verhaaltjes voorlezen. Papa Big zal één verhaaltje voorlezen. Kies maar een boekje uit. Het Rode Apenboek. Oké, dan lees ik het Rode Apenboek voor. Peppa en George zijn dol op het Rode Apenboek. Lang, lang geleden. Oh, sorry hoor, papa Big. Lang, lang geleden was er een rood aapje. En dat rode aapje ging in bad. Daarna poetste hij zijn tanden en ging hij naar bed. En al heel snel lag hij zachtjes te snurken. Slaap lekker, rood aapje. Peppa en George zijn in slaap gevallen. Welterusten, Peppa en George. Slaap lekker. Nu Peppa en George slapen, gaan papa Big en mama Big wat televisie kijken. En dan is het nu tijd voor Detective Pomfrito. Precies het programma waar ik zin in heb. Detective Pomfrito heeft altijd zin in actie. Hij rent als een haas, springt als een stuiterbal en hij slaapt nooit. Het is bedtijd voor Peppa en George, maar zo te zien is het ook bedtijd voor mama en papa Big. Tuinieren. Peppa en George zijn bij opa en oma Big aan het spelen. Opa, vangen! Gevangen! Wat is dat? Dinosaurus. Een dinosaurus? Opa, wat ben je aan het doen? Ik ben deze zaadjes aan het planten. Zaadjes? Wat doen zaadjes dan? Uit zaadjes groeien plantjes. Ik maak een gaatje en doe het zaadje erin. Dan doe ik er aarde overheen en geef hem water. Weet je, alles in onze tuin is gegroeid uit zulke zaadjes. Zelfs die grote appelboom? Oh ja.
dit kleine zaadje wordt een kleine appelboom. Zoals deze. Oh. En die kleine appelboom wordt net zo'n hoge appelboom als die grote. Au. Oh. En in deze appel zitten nog meer zaadjes. Om nog meer appelbomen te maken. Precies, ja. Opa, opa. Ik wil ook een zaadje planten. Wil jij een aardbeienzaadje planten? Ja, graag. Dit zaadje wordt een prachtige aardbeienplant. Eerst maken we een klein gaatje. Dan stop ik het zaadje erin en bedek het met aarde. Zal ik hem water voor je geven? Nee, nee. Ik wil het zelf doen. Goed zo. En nu wachten we tot het gaat groeien. Peppa en George wachten tot het zaadje gaat groeien. Er gebeurt helemaal niets, opa. Je moet geduld hebben, Peppa. Het duurt een hele tijd voordat hij gaat groeien. Peppa, George, tijd om te gaan. Maar we wachten tot mijn aardbeienplant gaat groeien. Ik wil aardbeien bij de thee. Geen zorgen, Peppa. De volgende keer als je komt, is het zaadje uitgegroeid tot een plant. En dan hebben we aardbeien. Ja. Kom, Peppa. Tot gauw, opa. Dag, aardbeien. Opa Big let op Peppa's aardbeienplant. Na een paar dagen ziet opa het plantje groeien. Elke dag wordt de plant een beetje groter. Dan, op een dag, ontdekt opa iets heel bijzonders. Aardbeien. Opa, we zijn er weer. Peppa en George komen weer spelen. Opa, opa, is mijn plant gegroeid? Ja, kijk. Oh, aardbeien. Dank je, opa. Opa, mogen we nog iets planten? Ja, nu is George aan de beurt om te kiezen. Ja, jij mag kiezen, George. Kies een wortel. Opa, ik denk dat George een wortel wil planten. George, wil jij een wortel planten? Nee. Wat wil je dan planten? George heeft bedacht wat hij wil planten. Dinosaurus. George wil een dinosaurusboom planten. Malle George. Dinosaurussen groeien niet aan bomen. Dinosaurus. Het lange gras. Peppa en George spelen in de tuin. Oh. Het gras is al een tijdje niet gemaaid. Daardoor is het erg lang geworden. Kom mee, George. George, waar ben je? Ik kan je niet zien. George, ik ga je pakken. Peppa en George kunnen elkaar niet zien. Peppa en George zijn dol op spelen in het lange gras. Papa Big gaat buiten zijn krantje lezen. Ah, wat een mooie dag om helemaal niks te doen. Papa Big is dol op niks doen. Oh, alle biggen, Papa Big. Onze tuin is wel een beetje verwilderd. Wat bedoel je, Mama Big? Het gras. Dat moet gemaaid worden. Oh, ik vind het juist leuk. Ik hou wel van een wilde tuin. Mama, papa, kom ook spelen in het lange gras. Dat is leuk. Oké, dan gaan we lekker spelen met de stippenbal. Oh, waar is hij nou? De bal is in het lange gras verdwenen. Nu vinden we hem nooit meer terug. Misschien moet ik het gras toch maar maaien. Ja, papa Big. Ik pak de grasmaaier.
Ik weet zeker dat hij hier ergens staat. Ah, hier is hij. Papa Big heeft de grasmaaier gevonden. Hij is wel een beetje roestig. Onzin. Dat beetje gras is zo gemaaid. Hij is inderdaad een beetje roestig. Misschien moet ik opa Big even vragen of we zijn grasmaaier kunnen lenen. Dat is helemaal niet nodig. Ik moet gewoon een beetje harder duwen. De grasmaaier van papa Big doet het niet zo best. Oh, weet je wat? We bellen opa. Hallo, met opa Big spreekt u. Hallo, opa Big. Kunt u ons misschien helpen met het gras te maaien? Oh, haha, zeker wel. Ik kom er nu meteen aan. Dag. Dit is een mooie klus voor Betsy. Opa Big rijdt op zijn grasmaaimachine naar het huis van Peppa. Opa Big! Opa Big! Hallo allemaal! Moet hier soms wat gras gemaaid worden? Ja, het is een beetje te lang voor mijn grasmaaier. Geen probleem hoor, Betsy is er in een oogwenk mee klaar. Noem jij je grasmaaier Betsy? Jazeker, zo heet ze. Hallo Betsy. Opa, mogen we met Betsy mee? Natuurlijk wel, klim aan boord. Ai ai, kapitein opa. Dit gras is in een handomdraai gemaaid. Hou je vast, daar gaan we. Betsy is erg goed in grasmaaien. Dit is leuk! Zo, en klaar. Opa, dat stukje moet nog. Inderdaad. Wat is dit? Oh, de stippenbal. Bedankt voor het vinden van de bal, opa Big. En bedankt voor het grasmaaien. Grasmaaien is makkelijk. Met Betsy. Nu kunnen we met de stippenbal spelen. Komt-ie, papa. Op het korte gras kan de bal goed stuiteren. Komt-ie, George. Papa, ik! Ho, vangen! De koekoeksklok. Het is vroeg in de morgen. Papa en mama Big zijn nog diep in slaap. Wakker worden, papa en mama! Wat? Het is tijd om op te staan. Het is echt nog veel te vroeg. Weet je niet hoe laat het is, Peppa? Nee, papa. Onze klok doet het niet. Oké, dan gaan we die maar eens maken. Ah, de oude koekoeksklok. Waarom heet dat een koekoeksklok? Omdat er een houten vogeltje in zit en dat heet een koekoek. Ik heb die koekoek nog nooit gezien. Dat komt omdat we de klok al heel lang niet meer opwinden. De koekoek werkte op mijn zenuwen. Oh, maar mogen we hem nu weer opwinden? Vooruit maar. Papa Big wint de koekoeksklok op. Klaar. En zet de wijzers op de goede tijd. Het is bijna 9 uur. Papa, mogen we nu de koekoek zien? Ja hoor, hij komt zo tevoorschijn. En hoe ziet hij eruit, papa? Eventjes nadenken. Hij beweegt zijn kopje, zo dus. En hij fladdert ook nog met zijn vleugels. En hij roept... Koekoek. Koekoek. Wat een lawaaiige kleine koekoek ben jij, George. Koekoek. Kijk, hij gaat nu vast bewegen. Wauw. Gekke George, je hebt de koekoek gemist. De koekoek was helemaal te gek, hoor. Hij deed koekoek en jij zag het niet. Maakt niet uit, George.
De koekoek komt straks echt weer terug. Maar je moet even wachten. De koekoek komt maar 1 keer per uur. Wachten is zo saai. Kom mee, George. Dan gaan we buiten spelen. Maar George wil niet buiten spelen. Hij wil de koekoek zien. Het is nu bijna 10 uur. George heeft al bijna een heel uur op de koekoek staan wachten. George, kom je spelen? Meneertje dinosaurus wil ook graag dat je komt. Grrr. Grrr, dinosaurus. Nu heeft George de koekoek alweer gemist. Het maakt niet uit, George. Ga maar fijn in de tuin spelen. Ik roep je als het tijd is voor de koekoek. Vang me, George! Het is al bijna 11 uur. Papa, George! Tijd voor de koekoek. Kom, George. Anders mis je de koekoek alweer. Oh. George rent zo hard als zijn kleine beentjes maar kunnen. George, heb je de koekoek gezien? Koekoek, koekoek. Koekoek. Peppa en George zijn dol op koekoekje spelen. Het is bedtijd. Peppa en George zijn behoorlijk slaperig. Koekoek. Is het nu alweer ochtend? Nee, het is bedtijd. Koekoek ziet er niet goed uit. Ze moet nu snel gaan slapen, net als jij en George. Wel te rusten. Te rusten, mijn kleine biggetjes. George, ik weet hoe we koekoek kunnen beter maken. Gewoon opwinden, dat weet papa ook. Papa en mama Big zijn diep in slaap. Wat? Mama, papa, we moeten jullie even iets laten zien. We hebben koekoek beter gemaakt. Schoolreisje. Peppa en haar vriendjes gaan op schoolreisje. Kinderen? Kinderen? Stilte alstublieft. Even kijken of jullie er allemaal zijn. Peppa en George? Hier. Kelly en Kareltje konijn? Ja. Suzy schaap? Ik ben er. Zoe zebra? Hier. Henky hond? Ja hoor. Olivia olifant? Hier. Pedro Pony. Maar Pedro Pony is er niet. Sorry dat we laat zijn. Pedro, bijna te laat voor je schoolreis. Sorry, mevrouw Gazelle. Maar gelukkig ben je nog net op tijd. Instappen. Nee. Mejuffrouw Konijn is de buschauffeur. Daar gaan we dan. Veel plezier, hoor. Opletten graag. Vandaag nemen wij een kijkje in de bergen. Hoera! Heeft iedereen zijn lunchtrommeltje bij zich? Ja, mevrouw Gazelle. Mevrouw Gazelle, mogen we onze lunch nu al opeten? Peppa, we gaan lunchen als we in de bergen aankomen. Peppa, wat heb jij in je trommeltje zitten? Een rode appel. Ik heb een groene appel. Wil je ruilen, Suzy? Oké. Peppa, Suzy, wat doen jullie daar? Suzy wilde in mijn lunchtrommeltje kijken. Peppa wilde onze appels ruilen. Oh, oh, dat is prima. Maar luister, bewaar wat te eten voor de picknick. Ja, ja, mevrouw Gazelle. De bus is bij de voet van de berg aangekomen. Hier gaat de weg steil omhoog. Kom op, bus. Je kunt het echt wel. Kom op, bus. Peppa en haar vriendjes staan nu bovenop de berg. Kijk toch dat uitzicht. Wauw. Wie zei dat? Dat is jouw echo.
wat is mijn echo? Een echo is een geluid dat je hoort als je heel hard praat in de bergen. Kijk zo. Jodelaiti! Jodelaiti! De echo is leuk. Tijd om te gaan picknicken. Peppe is dol op picknicken. Iedereen is dol op picknicken. Waar zijn de eendjes? Die zijn er altijd als we gaan picknicken. Gekke Peppa. Eendjes wonen toch niet in de bergen? Oh. Hallo mevrouw Eend. Wilt u soms wat brood? De eendjes hebben geluk vandaag. Er is heel veel brood. Maar de eendjes eten te snel. Lieve elp. Tijd om naar huis te gaan. Instappen. Het is tijd om naar huis te gaan. En iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Zullen we een liedje zingen? Mag het dan het Big Bong lied zijn? Oh-oh. Toe, mevrouw Gazelle, zing het Big Bong lied. Oké. Oeh, ik speel de gitaar en we zingen ons lied. Met een bing en een bong en een bing. Bong, bing, boe, bing, bong, bing. Bing, bong, bingeli, bingeli, boe. Mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Bij papa op kantoor. Vandaag mogen Peppa en George mee naar het kantoor van papa Big. Papa, wat doe je nou zo'n hele dag op kantoor? Heel veel leuke dingen. Wacht maar af. Dit is het gebouw waar papa Big werkt. We zijn er! Hoera! Hallo? Hallo, ik ben het, papa Big. Oh, hallo, papa Big. Mag ik ook op de knop drukken? Natuurlijk, Peppa. Hallo? Ik ben het. Hallo, ik. Kom maar binnen. Mijn kantoor is helemaal boven. Daarom gaan we met de lift. Mag ik op de knop drukken? Ik geloof dat George aan de beurt is. Druk maar op het bovenste knopje. Oeh. De lift neemt Peppa, George en papa Big mee naar de bovenste verdieping. Wauw. Bovenste verdieping. De deuren gaan open. Hier is het kantoor van papa Big. Hallo allemaal. Hallo papa Big. Hallo papa Big. Meneer Konijn en mevrouw Kat werken voor papa Big. Ik heb vandaag twee bijzondere bezoekers meegenomen. Peppa en George. Wat een grote eer. Ik leid jullie rond. Meneer Konijn, mogen we eerst bij u beginnen? Dat is een prima plan. Mijn werk is vooral met cijfers. Ik krijg hele belangrijke stukken papier. Ik pak een rode stempel en druk hem zo op het papier. Wauw! Wat heeft meneer Konijn leuk werk? Mag ik ook eens stempelen? Natuurlijk. Ik pak wel even een stuk papier. Hier ligt een papiertje. Misschien is een wit papiertje beter. Alsjeblieft. Peppa is dol op stempelen. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. We gaan weer verder. Volgende halte is het bureau van mevrouw Kat. Miauw. Hallo, Peppa en George. Hallo. Mijn werk is allerlei vormen tekenen. Op de computer. Oeh. Dan print ik de vormen uit. Wauw. En nu maak ik nog een kopie. Oh, dank u. Wat heeft mevrouw Kat leuk werk?
dat eens doen? Ik denk dat George nu aan de beurt is. Dat is waar, George. Nu ben jij aan de beurt om te werken. George maakt allemaal blauwe driehoeken. Nu print hem uit. Ik vind het werk van mevrouw Kat leuk. Willen jullie nu mijn werk zien? Ja, graag. Dit is het bureau van papa Big. Mijn werk is wel een beetje ingewikkeld. Ik neem grote cijfers, die verander ik en dan bereken ik hun draagcapaciteit. Het werk van papa Big klinkt heel erg belangrijk. Gebruik jij ook rode stempels? Nee. Gebruik je dan een computer? Nee, maar wel kleurvilstiften. Papa, mogen we met jouw stiften tekenen? Goed idee. Peppa en George zijn dol op tekenen met stiften. Ik teken een huis. George tekent een dinosaurus. George tekent altijd dinosaurussen. Dinosaurus. Lieve help, het is alweer 5 uur. Tijd om naar huis te gaan. Tjonge, jonge, wat heb jij een prachtig huis getekend. En wat een stoere dinosaurus. George en ik hebben papa's werk gedaan. En dat hebben jullie uitstekend gedaan. Ik vind het werk van meneer Konijn leuk. En ik vind het werk van mevrouw Kat leuk. Maar het allerleukst vind ik papa's werk. Pirateneiland. Opa Big neemt Peppa en haar vriendjes een dagje mee uit varen. Iedereen aan boord? Ai, ai, kapitein Opa. Hijs de zeilen. Tot straks allemaal. Tot straks allemaal. Peppa en haar vriendjes hebben allemaal een zwemvest aan. George, zet jij mijn piratenhoed maar op. Vandaag varen we naar Pirateneiland. Oeh. Als we geluk hebben, vinden we misschien wel verborgen schatten. Wauw. Pirateneiland klinkt als een fantastische plek. Land in zicht. Daar zijn we dan. Pirateneiland. Hoera! Wat is dat? Dit is een metaaldetector. Die vindt verborgen schatten. Oeh. Opa Big gebruikt de metaaldetector om verborgen schatten te vinden. Aha! De metaaldetector heeft iets gevonden. Graaf het maar op. Het is een kleine munt. Een schat dus. Hoera! Laten we er meer gaan zoeken. Aha! Alweer iets gevonden. Het klinkt groot. Wat hebben we hier? Deze schat is wel behoorlijk zwaar. Oh nee, dat is geen schat. Dat is een roestig oud boodschappenkarretje. Oh. Misschien moet je stoppen met schatgraven. Wie bouwt er mee aan een groot zandkasteel? Wat een prachtig idee, oma Big. Dan kijk ik de boot even na. Oma Big gaat de kinderen helpen een heel groot zandkasteel te bouwen. En opa Big doet belangrijke bootdingen. Ah, dit is fijn. Oh, misschien dat ik heel even een klein tukje doe. Oma en de kinderen maken een enorm zandkasteel. Ze hebben grote bergen zand nodig. Ze gebruiken emmers om de kasteeltorentjes te maken. Wat een fantastisch kasteel. Tijd om terug te gaan. Oh, waar is de boot heen? Kijk, oma. Oh, nee. Opa Big is in slaap gevallen en nu drijft de boot weg. We moeten opa wakker maken. Roep zo hard als je maar kan. Opa Big, wakker worden! Wakker worden! Oh nee, opa Big wordt maar niet wakker. O,
Opa hoort ons niet. Hij is te ver weg. We zitten vast op Pirateneiland. Als schipbreukelingen. Nee. Straks zitten we hier over 100 jaar nog. Dan moeten we wilde vruchten en bessen eten. En waarschijnlijk ook insecten en slakken. De ouders staan al klaar om de kinderen op te halen. Waar ben ik? Hallo. Hallo allemaal. Hebben jullie het leuk gehad? Ja, eigenlijk heb ik iets laten liggen. Ben zo weer terug. Kijk, daar is opa. We zijn gered. Hoera! Welkom aan boord, mijn hartjes. Stoute opa Big. Je had ons zomaar achtergelaten. Het spijt me heel erg, oma Big. Ik beloof dat ik de volgende keer niet in slaap zal vallen. Tot ziens, Pirateneiland. Ik zie je vast snel weer. Ik ben dol op Pirateneiland. Kunnen we er nog een keer naartoe? Oh, natuurlijk kunnen we dat, Peppa. Hoera! Regenjas gauw aan. Als het regent, moeten Peppa en George hun regenkleding aan. Bah. Maar George vindt zijn regenhoed helemaal niks. George, je moet je regenhoed ophouden. Waarom? Omdat je droog moet blijven. Waarom? Omdat je anders nog kou vat. Waarom? George, wil je graag in de tuin spelen? Dan moet je je hoed op. Kom mee, George. Peppa en George gaan in modderpoelen springen. Bah. George wil zijn regenhoed niet meer op. Peppa, George! Kom snel binnen. Het regent nu veel te hard om buiten te spelen. Oh, George. Waar is je hoed? Achoo. George heeft kou gevat. Achoo. Oh, arme kleine George. Dat klinkt niet zo best. Wacht maar even. Ik bel dokter Bruinbeer. U spreekt met dokter Bruinbeer? Juist, ja. Breng George maar naar bed. Ik kom er direct aan. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot zo. Moet George nu naar het ziekenhuis toe? En krijgt hij medicijn? Nee, George moet nu gewoon naar bed. Oh, dan is George dus eigenlijk niet helemaal ziek. Hatsjoe! Dat is smerig. Arme George. Ik breng je meteen naar bed. George, nu moet je even braaf in bed blijven. Nee. George wil helemaal niet in bed blijven. Achoo. George, je moet echt in bed blijven tot je beter bent. Waarom? Omdat je warm moet blijven. Waarom? Omdat dokter Bruinbeer dat zegt. Hallo, waar is de patiënt? Mondje open, zeg maar. George is een beetje ongerust. Peppa, jij bent groot en stoer. Kun jij mij blij maken met een mooie... Natuurlijk! George heeft kou gevat. Moet George een medicijn? Nee, maar wel wat lekkere warme melk, zodat hij goed kan slapen vannacht. Dank u, dokter Bruinbeer. Graag gedaan, hoor. Tot ziens. George heeft de hele dag in bed gelegen. En Peppa moet nu ook naar bed toe. George, ben je beter? Achoo. George is nog niet beter. Achoo. George, kun je minder hard niezen? Zo kan ik toch niet slapen? George, hier is lekkere warme melk, zodat je kunt slapen. De warme melk maakt George al snel erg slaperig. Welterusten, mijn kleine biggetjes. Wat is het heerlijk rustig. Het is ochtend en George heeft uitstekend geslapen.
George is weer beter. Kom mee allemaal. Het is een prachtige zonnige dag. George heeft zijn regenhoed op. Hij wil niet weer kou vatten. Oh, George, nu hoeft je regenhoed niet op, hoor. Waarom? Omdat het lekker zonnig is. Waarom? George, hou alsjeblieft op met steeds waarom zeggen. Waarom? George is absoluut weer beter. De luchtballon. Vandaag is er een braderie. En mejuffrouw Konijn verkoopt loodjes. Koop loodjes, koop loodjes. De hoofdprijs is een tochtje in mijn luchtballon. Wauw, dat klinkt leuk. Mag ik een loodje alstublieft? Met dit loodje win je een speelgoedauto. Goed gedaan, Henkie. Mag ik ook een loodje kopen? Zeker, Peppa. Wat wil je het liefste winnen? De ballontocht. Zou de zelfgemaakte chocoladetaart niet leuker zijn? Papa Big is dol op zelfgemaakte chocoladetaart. Met dit loodje win je de ballontocht! Hoera! Iedereen aan boord voor de ballontocht. Hoeveel passagiers zijn er? 4 graag. En Teddy. Dinosaurus. Oh, en Teddy en meneer Dinosaurus. Dan kom ik op 6. Kom maar aan boord. Schiet eens op, papa Big. Spring aan boord. Snel, papa. Hij is het anker, ballast uit. Volle kracht vooruit. Indrukwekkend, mevrouw Konijn. U bent vast een ervaren piloot. Helemaal niet. Dit is de eerste keer dat ik een ballon bestuur. Oh. Hou je vast. Juffrouw Konijn verhit de lucht in de ballon, waardoor ze opstijgen. Tot ziens! Tot ziens! Wie van jullie wil de kaart graag lezen? Doe ik wel. Weet je het zeker, papa Big? Ik ben heel goed in kaart lezen. Oh, deze kaart ziet er ingewikkeld uit. Zullen we nog hoger gaan? Ja, graag! Hoger, hoger! De luchtballon gaat nog hoger. Oh, waar is de lucht gebleven? Geen paniek, Peppa. We zweven nu door een wolk heen. Oeh. Kijk, de lucht is weer terug. Hoera! Luchtballon, luchtballon. Ik wist niet dat je zweven kon. Zo heel hoog in de lucht. Zweef ik hoger dan de zon. Kijk, Teddy. We zweven heel erg hoog. Peppa, voorzichtig. Anders valt... Teddy! Ik heb Teddy laten vallen. Maak je geen zorgen, Peppa. We gaan Teddy redden. Hou je goed vast allemaal. We gaan naar beneden. Mejuffrouw Konijn laat de luchtballon dalen, zodat ze Teddy kunnen redden. Ik zie Teddy helemaal nergens. Daar is hij. Hij zit vast in die boom daar. Ik ga het anker gebruiken om Teddy uit de boom te redden. Rustig, rustig. Bebbes. Papa Big heeft Teddy gered. Teddy! Hoera! Oh nee, niemand let op waar ze naartoe zweven. Kijk uit, daar staat een boom. Hou je vast. Oh, eerst zat Teddy vast in een boom. En nu zitten wij vast in een boom. Papa Big, weet je waar we zijn? Verdwaald, niet waar? Ja. Oh. Kijk eens daarheen. Dat is het huis van oma en opa. Dat klopt. Dan hangen we boven de moestuin van opa. Dacht ik al. Ahoy daar. Opa Big en oma Big. Alle biggen. Ahoy daar, mejuffrouw Konijn. Beetje hulp, graag. Opa, we kunnen niet omlaag. Kalm aan maar, ik heb hier een ladder. Hoera! Iedereen klautert langs de ladder naar beneden. Oma, opa, we mochten mee met mejuffrouw Konijn in haar luchtballon. Dat klinkt heel spannend. Ik ben bang dat wij niets spannenders voor jullie hebben dan een stukje zelfgemaakte chocoladetaart. Zelfgemaakte chocoladetaart? Dat is wel spannend. Ik ben dol op tochtjes met een luchtballon.
En ik ben echt dol op chocoladetaart. George is jarig. Vandaag is George jarig. Het is heel vroeg in de ochtend. George, het is veel te vroeg. Dinosaurus. Ga je bed weer in. Ik geloof dat hier iemand al klaar wakker is. Hartelijk gefeliciteerd. Hij heeft me wakker gemaakt. Toen jij jarig was, heb jij iedereen wakker gemaakt. Dat was anders. Toen was ik jarig. En vandaag is George dus jarig. Oh, hartelijk gefeliciteerd. Hier is je cadeautje, George. Oeh. Dinosaurus. Ik wist wel dat het weer een dinosaurusding zou zijn. Druk maar op zijn buikje. Oeh, wat griezelig. George, ik heb een kaart voor je gemaakt. Kun je raden wat ik getekend heb? George weet het niet. Eerst wilde ik een bloem tekenen. Oh. George vindt bloemen maar niks. Maar op het laatst heb ik gekozen voor een dinosaurus. Wat prachtig getekend, Peppa. Ja, ik ben heel erg goed in tekenen. Mooi. Nu is het tijd om ergens naartoe te gaan. Speciaal voor de verjaardag van George. Yippie! Kom mee! Waar gaan we naartoe? Wacht maar af. En daar gaan ze, ergens naartoe. Speciaal voor de verjaardag van George. Gaan we naar het circus toe? Nee, maar het is wel net zo leuk. Is het de bioscoop? Nee, veel leuker. Ik raad het nooit. Waar zouden ze toch naartoe gaan? We zijn er. Ze stappen uit bij het museum. Waarom gaan we naar het museum? Kom mee, je ziet het zo. Wat zou hier zo speciaal zijn voor verjaardagen? George, wat vind jij nou het allerleukst van de hele wereld? Dinosaurus. Oeh, dinosaurus. Speciaal voor zijn verjaardag mag George naar de dinosaurussen in het museum. Alweer van die stomme dinosaurussen? Dinosaurus. Je hoeft niet bang te zijn, George. Het is geen echte dinosaurus. Het is maar een robot. Kijk, ik ga dus hier staan en... En nu is er nog een verrassing. Ja. Verrassing! Mejuffrouw Konijn heeft een verjaardagstaart voor George. Wie kan er raden wat voor soort taart dit is? Een dinosaurustaart. Dat klopt. Dat heb je goed geraden, Peppa. Gefeliciteerd, George. Nu nog één verrassing. Kom maar mee. Wat zou dat voor verrassing zijn? Wat denk jij dat het is, Peppa? Waarschijnlijk is het weer iets met dinosaurussen. Oh, wat is dat? Dat zie je als ik hem heb opgepompt. Ik weet het, ik weet het! Het is een springkasteel, toch? Peppa is dol op springkastelen. Maar als hij voor George is, dan moet het toch iets met dinosaurussen zijn? Het is een dinosaurus. Een springdinosaurus. George is dol op springdinosaurussen. Iedereen is dol op springdinosaurussen. Dit is leuk! Fijne verjaardag, George! De onzichtbare vriend. Suzie Schaap komt bij Peppa spelen. Hallo, Peppa! Hallo, Suzie!
Suzy heeft een onzichtbare vriend verzonnen. Zie je hem echt niet, Peppa? Zullen we met de bal spelen? Oké. Vang de bal, Leo. Peppa gooit de bal naar de onzichtbare vriend van Suzy. Leo kan de bal dus niet vangen. Jawel, hij heeft alleen geen zin om de bal te vangen. Wat vindt Leo wel leuk om te doen? Hij vindt hard brullen leuk. Denk je dat hij nu hard gaat brullen? Ja. Grom! Maar ik hoor jou toch? Nee, dat was Leo. Ah, hallo Leo. Peppa doet net alsof ze Leo Leeuwtje kan zien. Leo, wil jij ook mijn vriend zijn? Wat vindt hij daarvan? Hij knikt met zijn hoofd. Dat betekent ja. Peppa, Suzy, komen jullie een lekker stuk fruitcake eten? Mama Big heeft 2 grote stukken cake voor Suzy en Peppa. Mama, Suzy heeft een onzichtbare vriend. Hij heet Leo Leeuwtje. Aha, en wil Leo ook een stukje cake? Grom, Leo is dol op fruitcake. Doe niet zo gek, Peppa. Dat was Leo toch niet? Dat was jij. Leo heeft liever chocoladetaart. Maar ik heb geen chocoladetaart. Wil Leo toch wat fruitcake? Grom, hij wil een klein stukje graag. Mama Big geeft Suzy's onzichtbare vriend ook een stuk cake. George speelt met meneertje dinosaurus. Dinosaurus. George, je zit bovenop Leo. George weet niet dat Suzy een onzichtbare vriend heeft. Grom! Leo Leeuwtje zegt dat hij de cake niet op kan. Dus George mag het hebben. Zullen we nu boven gaan spelen? Ja, laten we ons gaan verkleden. Ik vroeg het eigenlijk aan Leo. Oh. Grom! Leo zegt dat hij verkleden heel leuk vindt. Fijn! Kom mee, Leo. Peppa en Suzy gaan zich verkleden. En Peppa wordt een tovervee. Ik geef u 1 wens. Mijn wens is om koningin Suzy te zijn. En Leo Leeuwtje mag dan de nar zijn. Maar hij wil de nar niet zijn, hoor. Hij wil de koning zijn. Daar heb je papa Big. Mama Big zegt net dat je heel bijzonder bezoek hebt. Het is gewoon Suzy maar, hoor, papa. Weet je zeker dat er niet nog iemand is, Peppa? Er is inderdaad nog iemand. Koning Leo Leeuwtje. Grom! Wat een eer u te ontmoeten, koning Leo. Papa Big doet net alsof hij koning Leo kan zien. Wat een buitengewoon prachtige gouden manen hebt u. Ja, die zijn inderdaad prachtig. En hij heeft zijn allerchicste rode broek aan. Oh, ik zie het. Met zijn blauwe kooltrui. Gekke Peppa, Leo heeft toch geen blauwe kooltrui aan? Hij heeft zijn beste groene shirt aan. Ach, het is wel een soort van blauwe groen. Peppa, Suzy, jullie vrienden zijn er. Peppa's vrienden staan voor de deur en ze hebben allemaal hun laars aan. Zullen we in modderpoelen springen? Ja! Vind je het wel goed dat Leo in de modder springt zonder zijn laars aan? Oh, ben ik vergeten. Leo moet zijn laarsje nog aan. Moet je Leo zien? Hij springt ook in de modderpoel. Grom! Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Zelfs onzichtbare vrienden. Grom! Verven! Peppa en George gaan vandaag verven. We hebben wat oude kranten nodig om op tafel te leggen. Ja! Papa Big is zijn krant aan het lezen. Jullie mogen mijn krant pas hebben als ik hem uitgelezen heb. Oké. Okay. Hoera! Nu kunnen we gaan verven. Gekke George. Grote kinderen stoppen hun handen niet in de verf. George is dol op met zijn handen verven. En Peppa is ook dol op met haar handen verven.
Prachtig hoor. Mag ik een aardappel, mama Big? Maar ze zijn nog niet gekookt, papa Big. Heb je zo'n honger, papa? Nee, ik ga hem niet opeten. Kijk maar. Wat gaat papa Big nu doen? Oeh. En weten jullie misschien wat dit is? Dat is een bloem. Slimme papa. Toen ik nog een biggetje was, was ik dol op verven. Waar zijn mijn oude verfspullen gebleven? Papa, waarom heb je die rare muts op je hoofd? Dit is mijn baret. Daardoor krijg ik zin in schilderijen maken. Goed, wat zal ik gaan schilderen? Goeie keuze hoor, George. Ik maak een schilderij van de kerstboom. Wat is dat? Een schildersezel, Peppa. Hier staat mijn doek op. Wat is een doek dan? Dat is net zoiets als papier, maar dan speciaal voor schilderijen. Is dat tandpasta? Nee, Peppa. Dit is speciale verf voor volwassen schilders. Zo, met welke kleur zal ik beginnen? Rood graag. Waarom rood, Peppa? Omdat rood mijn lievelingskleur is. Maar als eerste moeten we de lucht schilderen. Kijk, wat voor kleur heeft de lucht? Blauw natuurlijk. Klopt helemaal. Dan begin ik met blauw. En nu de kersenboom. Ik neem groen voor de bladeren. Maar je hebt daar toch geen groen? Dat geeft niet. Want als ik de blauwe verf met de gele verf meng, wordt die groen. Als je blauw met geel mengt, krijg je groen. Oeh. Wat een mooie groene bladeren. En hier een beetje gras. Maar hoe zit het dan met de takken? Want we hebben geen bruine verf. Dan maken we bruin. Door groen met rood te mengen. Als je groen met rood mengt, krijg je bruin. Oeh. Papa Big schildert de boomstam en de takken. Kersen schilderen? Tuurlijk, Peppa. Stop je vinger maar in de verf en druk hem dan snel op de boom. 1, 2, 3. Prachtig. Nu is George aan de beurt. Jij bent ook al zo'n goede schilder, George. Kijk, nu is het schilderij klaar. Hoera! Oh, daar zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Wij maken een schilderij. De eenden rennen door de verf van papa Big heen. Foei, foei, stoute eendjes. Ga weg, foei. Blijf uit de buurt van ons schilderij. Oh nee, de eenden hebben allemaal pootafdrukken gemaakt op het schilderij. Oh nee. Wat was dat voor lawaai? Mama, de eendjes hebben ons schilderij verpest. Laat eens even zien. Nu maken de eendjes pootafdrukken in de tuin. Net zoals op het schilderij. Jullie schilderij is niet verpest hoor, Peppa. Het is perfect. Hoera! Oh ja, eigenlijk zijn wij hele goede schilders. En de eendjes dus ook. Opa's kleine trein. Peppa en George willen gaan spelen in de tuin van oma en opa. Wat een lawaai! Opa is iets aan het maken. Hallo Peppa en George. Jullie zijn precies op tijd. Ik ben er net helemaal mee klaar. En mogen we weten wat klaar is? Kom maar kijken. Het is een speelgoedtrein. Dit is geen speelgoed. Dit is Gertrude. Zij is een miniatuurlocomotief. Maar heeft ze geen rails nodig om op te rijden? Oh nee, Gertrude heeft autobanden gekregen. Nu kan ze dus overal rijden. Opa, mogen we met Gertrude meerijden? Klim aan boord. Volle kracht vooruit! Tot ziens, oma! Ja, tot strakjes! Peppa en George zijn dol op opa's kleine trein. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek, tjoek tjoek tjoek, tjoek tjoek tjoek. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek, heel de
dag. En de biggen in de trein doen knor, knor, knor. Knor, knor, knor. Knor, knor, knor. De biggen in de trein doen knor, knor, knor. Heel de dag. Daar hebben we opa hond en Henkie hond. Hallo. Hallo Henkie. Speel jij nog met speelgoedtreintjes? Spelen? Gertrude is geen speelgoed. Hoe is het met je kleine takeltje? Kleine takeltje? Mijn takelwagen is een degelijk vrachtvoertuig. Opa, mag ik meerijden met de trein? Kies zelf maar, Henkie. Als je liever met treintjes speelt, dan... Bedankt, opa! Zie je straks weer! Mejuffrouw Konijn bestuurt de schoolbus. En rechts hier zie je de heuvels met bomen. Hallo allemaal! Hallo Peppa! Al Peppa's vrienden zijn nu hier. Mogen we met de trein mee? Ik geef de kinderen hier een educatieve busrit. Zijn treinen educatief? Dat zijn ze zeker. Hand omhoog als je graag mee wilt rijden met de trein. Ikke! En nu hand omhoog als je liever in de bus wilt blijven. Oké. Jullie mogen met de trein mee en dan rij ik achter jullie aan. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek. Tjoek tjoek tjoek. Tjoek tjoek tjoek. Opa's kleine trein doet tjoek tjoek tjoek. Heel de dag. Wat een grote modderpoel. Ik wil liever niet vast komen te zitten. Kunnen we niet beter omrijden? Het is maar een klein beetje modder. Kom op, Gertrude. Jij kan dit aan, hoor. Kom op, bus. Jij kan dit aan, hoor. De bus zit vast in de modder. Oh, Wartel. Ha, mejuffrouw Konijn. Hoe gaat het ermee? Ik zit een beetje vast. Kun je me misschien helpen? Jazeker. Is je takel sterk genoeg? Vertrouw me. Ben ik los? Nee. We hebben een krachtiger voertuig nodig. Kan ik jullie misschien helpen? Ik heb alles onder controle. Bedankt voor je aanbod, hè? Ik heb een idee. De trein van opa Big kan me misschien wel lostrekken. Goed idee, mejuffrouw Konijn. Opa's kleine trein gaat de bus achteruit uit de modder trekken. Trek hem maar! Kom op, Gertrude! Kom op, Gertrude! Hoera! Ho, ho, mooi werk! Het is fantastisch wat een speelgoedtrein allemaal kan. Speelgoed? Gertrude is geen speelgoed. Gertrude is de allerbeste trein van de hele wereld. Het babybiggetje. Peppa en George gaan op bezoek bij hun grote nichtje Chloe. Vandaag zien jullie niet alleen Chloe, maar ook een heel nieuw familielid. Oeh! Daar is het huis van Chloe al. Hallo! Hallo allemaal. Hallo Peppa en George. Dit is Chloe, het grote nichtje van Peppa en George. En waar is ons nieuwe familielid? Kijk maar even wie ik bij me heb. Oeh! Het is een piepklein babybiggetje. Oh, wat een prachtbiggetje. Is het een meisjesbaby? Nee, het is een jongen. Oh, ik vind meisjes leuker. Ik ook. George is blij dat het een jongen is. Dinosaurus. De baby is te klein om met dinosaurussen te spelen. George, de baby wil echt niet met jou spelen, maar wel heel graag met mij. Peppa, de baby kan toch nog geen balspelletje spelen? Maar als hij niet met een dinosaurus kan spelen, of met een bal, wat kan hij dan wel? Hij eet en hij slaapt. En hij doet dat. Tante Big, mag ik de baby vasthouden? Ja, als je heel voorzichtig bent, mag je Alexander vasthouden. Alexander? Dat is zijn naam. Baby Alexander. Wat een grote naam voor zo'n klein biggetje. Ik vind hem leuk. Ook al is het een jongen. Oh,
Het stinkt ineens. Misschien moet ik Alexanders luier verschonen. Bleh, wat vies zeg. Peppa, toen jij een baby was, droeg je ook luiers. Oh, echt niet? Mama, mag ik met Peppa en George in de tuin spelen? Ja. Chloe, is het leuk om een babybroertje te hebben? Ja, Alexander is reuze schattig. Ik wou dat George zo'n lief klein babybiggetje was. Ik weet wat. George kan toch doen alsof hij een babybig is? Dan kan hij hem een poppenwagen. Dat is een goed idee. Nee. George wil geen kleine baby zijn. George, als jij voor babybig wilt spelen, dan beloof ik dat ik lief voor je zal zijn voor altijd en altijd. George denkt goed na. En je mag met mijn speelgoed spelen. George denkt heel goed na. En als ze thuis komen, mag je met al mijn speelgoed spelen. George vindt het goed. Goe, goe, goe. Wat een lief babybiggetje. Daar heb je Suzie Schaap, Kaatje Kat, Zoe Zebra en Kelly Konijn. Hallo! Waarom zit George in die poppenwagen? Dat is George niet. Dat is een babybiggetje. Goe, goe. Maar dat is wel George. George doet alsof hij een babybiggetje is. Ah. Is het een meisje of een jongen? Het is een meisje. Nee. George wil geen meisjesbaby zijn. Oké, een jongen dan. Ik heb koekjes bij me. Lust dat babybiggetje er eentje? Oh nee, hij mag nog geen koekjes. George is dol op koekjes. Misschien mag hij dan één koekje. Goe, goe. Wat is hij slim, zeg. En ook zo'n knappertje. Hij is ook erg grappig. Hij is de beste babybig van de wereld. Dit vindt George een leuk spel. Daar komt Tante Big aan met baby Alexander. Wauw, dat is een echt babybiggetje. Wat een schatje, zeg! Nog veel schattiger dan George. Oh nee, George wil graag het babybiggetje zijn. Oh George, jij zult altijd mijn babybiggetje blijven. Misschien is het tijd voor een nieuw spel. Wat dacht je van een dino-achtervolging? Ie, wat griezelig! George vond het leuk om een babybig te spelen, maar gewoon George zijn is toch wel het allerleukste. Het fietstochtje. Het is een prachtige zonnige dag. Peppa en George zitten aan het ontbijt. Vandaag is een mooie dag voor een fietstochtje. Een fietstochtje! Jippie! Peppa en George zijn dol op fietstochtjes. Peppa heeft haar eigen fiets. George heeft zijn driewieler. En papa en mama hebben hun tandem. Wat is dat? Dit is onze fiets. Ik zit hier voorop en mama Big zit achterop. En deze twee stoeltjes gaan weer achter mij, voor Peppa en George. Maar we willen graag op onze eigen fietsen rijden. George is nog een beetje te klein. Daar worden zijn beentjes heel moe van. Maar ik ben een grote meid. Ik word niet moe, hoor. Het wordt wel een lange fietstocht, Peppa. Weet je het zeker? Ja, papa. Ik weet het zeker. Oké. Zijn we er klaar voor? Ja, papa Big. Nou, dan gaan we. Wee! Ik ga winnen! Het is geen wedstrijd, Peppa. Het is gewoon een gezellig fietstochtje. Ja, papa. Maar ik ga toch lekker winnen. Nu gaan wij winnen. Ik vind de heuvel op fietsen niet zo leuk. Peppa, wij hebben gewonnen. Dat is niet waar, papa. Want ik deed er net geen wedstrijdje meer. Maar nu dus wel. Mij krijg je toch niet. Jij klein schobbejakje. Hallo eendjes, we maken een fietstochtje. Hallo eendjes. Ah, ik was bijna vergeten hoe dol ik op fietsen ben. Oh, en ook hoe vervelend ik het vind om de heuvel op te gaan. De weg gaat hier steil omhoog. Ik
vind de heuvelfietsen niet leuk. Maar kijk wat een prachtig uitzicht. Alle biggen, dit valt niet mee. Mama Big, je trapt helemaal niet. Oh, sorry papa Big, ik zat van het uitzicht te genieten. De hele familie Big is naar de top van de heuvel gefietst. En daar staan alle vrienden van Peppa. Vandaag een wedstrijd op de fiets. Peppa, wil je misschien ook meedoen? Oké, zolang we van de heuvel afgaan. Dat is goed. Peppa en haar vrienden houden een wedstrijd naar beneden rijden. Zijn jullie er klaar voor? Klaar! Jullie gaan van start als ik met de toeter toeter. Zo dus. Pedro gaat te vlug van start. Stop, Pedro. De wedstrijd is nog niet begonnen. Sorry, meneer Pig. Ik wilde alleen laten horen dat de toeter ongeveer zo klinkt. Stop! Stop! Sorry, Pedro. Dat was geloof ik mijn schuld. De volgende keer als ik met de toeter toeter, mogen jullie gaan. Zei hij nou, gaan? Volgens mij wel. Gaan! Ga dan, Peppa. Maar papa, je toeterde niet met de toeter. Henkie hond gaat aan de lijn. Wacht op mij! Wee! Gewonnen! Goed gedaan, Peppa! Ja, ik ben heel erg goed in de heuvel affietsen. Peppa's vrienden moeten weer naar huis toe. Tot ziens, Peppa! Dag! Wij gaan ook naar huis toe, Peppa. Mama, ik ben heel moe. Al dat gefiets heuvel op en af heeft mijn benen moe gemaakt. Mag ik bij jullie op de fiets? Maar waar moet papa Big dan zitten? Papa mag wel op mijn fiets rijden. Hij zit lekker hoor. Oh, oké. Ik vind de tandem leuk. Papa, vind je mijn fiets leuk? Ja, Peppa. Hij zit lekker hoor. Hutte. Peppa en George zijn bij opa en oma Big in de tuin. Ze gaan in hun boomhut spelen. Peppa en George zijn dol op hun boomhut. Daar zijn de vrienden van Peppa en George. Zoe, Suzy, Kelly en Karel. Wat een mooie boomhut, Peppa. Mogen we naar binnen? Ja! Nu gaan we gezellig thee drinken. Daar zijn Pedro en Henkie. Nee. Hallo, Peppa. Mogen we binnenkomen? Sorry, Henkie. Alleen meisjes mogen in de boomhut komen. Jongens maken altijd heel veel herrie. En altijd verpesten ze het theepartijtje. Maar George en Karel zijn jongens. Oh, ja. Sorry, George. Deze boomhut is alleen voor meisjes. Wat is er? We mogen van de meisjes niet in de boomhut. En dat is niet eerlijk. Oh, ik kan jullie wel helpen, hoor. Kom maar eens mee. Nu kunnen we tenminste rustig met elkaar thee drinken. Wat is dat voor herrie? Zo, nu hebben de jongens ook een eigen hut. Kijk maar, met een echte ophaalbrug. Een kasteel. Bedankt hoor, opa Big. Mogen wij naar binnen? Nee, dit is een jongenshut. Alleen voor jongens. Maar ik ben dol op kastelen. Kastelen zijn lang niet zo leuk als boomhutten. Kom mee, meiden. Het kasteel is mooi van de jongens. Ieder kasteel heeft zijn eigen vlag. Wauw! Zij hebben een vlag. Wij hebben echt niet zo'n domme vlag nodig. Daar komt oma Big. Hallo meisjes, kan ik iets voor jullie halen? Een vlag graag! En hij moet mooier zijn dan die van de jongens, oma. Ik zal eens even kijken. Het kasteel is mooi van de jongens. Ho, ieder kasteel heeft een telefoon nodig. Hou vast.
Als je de touw goed strak houdt, kun je met de jongens praten. Wij willen niet met de jongens praten. Wij willen niet met de meisjes praten. Oma Big heeft een vlag gevonden voor de meisjeshut. Deze jurk is een mooie vlag. Dank je, oma. Hij is niet zo mooi als de jongensvlag. Ik wil ook in het kasteel. Sprookjesprinsessen wonen in kastelen. Nou, als ik een sprookjesprinses was, dan woonde ik in een boomhut. Mogen we bij jullie? Alsjeblieft? Alleen als je zegt dat het kasteel veel mooier is. Het kasteel is mooier. Nou, ik blijf lekker in mijn boomhut. Ik vind het kasteel echt leuk. Oh nee, het gaat regenen. En het kasteel heeft geen dak. Kom, we gaan naar de boomhut. Nee, ik zal nooit uit het kasteel weggaan. Het regent niet meer. George heeft een modderpoel gevonden. Dat is leuk. Ik blijf hier in mijn kasteel. En ik blijf in mijn boomhut. Hoho, ik pas wel op het kasteel hoor, Henkie. En ik pas wel op je boomhut, Peppa. Peppa en Henkie zijn dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Of het nu jongens of meisjes zijn. Zoe Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama, is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw, de brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Susie, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie. Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klim er maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan.
Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Oh, alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik een posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk. Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes Henkie Hond. Suzie Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne dag, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. De koekoeksklok. Het is vroeg in de morgen. Papa en mama Big zijn nog diep in slaap. Wakker worden, papa en mama. Wat? Het is tijd om op te staan. Het is echt nog veel te vroeg. Weet je niet hoe laat het is, Peppa? Nee, papa. Onze klok doet het niet. Oké, dan gaan we die maar eens maken. Ah, de oude koekoeksklok. Waarom heet dat een koekoeksklok? Omdat er een houten vogeltje in zit en dat heet een koekoek. Ik heb die koekoek nog nooit gezien. Dat komt omdat we de klok al heel lang niet meer opwinden. De koekoek werkte op mijn zenuwen. Oh, maar mogen we hem nu weer opwinden? Vooruit maar. Papa Big wint de koekoeksklok op. Klaar. En zet de wijzers op de goede tijd. Het is bijna 9 uur. Papa, mogen we nu de koekoek zien? Ja hoor, hij komt zo tevoorschijn. En hoe ziet hij eruit, papa? Eventjes nadenken. Hij beweegt zijn kopje, zo dus. En hij fladdert ook nog met zijn vleugels. En hij roept... Koekoek! Koekoek! Wat een lawaaiige kleine koekoek ben jij, George. Koekoek! Kijk! Hij gaat nu vast bewegen. Wauw. Gekke George. Je hebt de koekoek gemist. De koekoek was helemaal te gek, hoor. Hij deed koekoek. En jij zag het niet. Maakt niet uit, George. De koekoek komt straks echt weer terug. Maar je moet even wachten. De koekoek komt maar 1 keer per uur. Wachten is zo saai. Kom mee, George. Dan gaan we buiten spelen. Maar George wil niet buiten spelen. Hij wil de koekoek zien. Het is nu bijna 10 uur. George heeft al bijna 1 heel uur op de koekoek staan wachten. George, kom je spelen? Meneertje Dinosaurus wil ook graag dat je komt. Grrr. Grrr, dinosaurus. Nu heeft George de koekoek alweer gemist. Het maakt niet uit, George. Ga maar fijn in de tuin spelen. Ik roep je als het tijd is voor de koekoek. Vang me, George! Het is al bijna 11 uur. Papa, George, tijd voor de koekoek. Kom, George, anders mis je de koekoek alweer. Oh. George rent zo hard als zijn kleine beentjes maar kunnen. George, heb je de koekoek gezien? Koekoek, koekoek. Koekoek.
Peppa en George zijn dol op koekoekje spelen. Koekoek! Koekoek! Het is bedtijd. Peppa en George zijn behoorlijk slaperig. Koekoek. Is het nu alweer ochtend? Nee, het is bedtijd. Koekoek ziet er niet goed uit. Ze moet nu snel gaan slapen, net als jij en George. Wel te rusten. Te rusten, mijn kleine biggetjes. George, ik weet hoe we koekoek kunnen beter maken. Gewoon opwinden, dat weet papa ook. Papa en mama Big zijn diep in slaap. Wat? Mama, papa, we moeten jullie even iets laten zien. We hebben koekoek beter gemaakt. Ik ben Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. De garage van opa Hond. Dit is de garage van opa Hond. En daar heb je Peppa en haar familie in hun auto. Hallo Henkie. Hallo Peppa. Wat mag ik vandaag voor jullie doen? We hebben benzine, lucht voor de banden en een nieuwe automatische wasstraat. Twee waterijsjes graag. Oh, komt eraan. Bij de garage van opa Hond verkopen ze van alles. Zelfs waterijsjes. Bedankt hoor. Tot ziens. Tot ziens. Ik hou van onze auto. En onze auto houdt ook van ons. Ja, toch? Oh, nee. De auto doet het niet meer. Dat is niet best. Hij start niet meer. Ik weet iets. Ik bel gewoon opa Hond. Garage, opa Hond hier. Help! Onze auto doet het niet meer. Henkie, we moeten een reddingsactie starten. Yippie! Reddingsactie! Reddingsactie! Kijk, daar zijn Henkie en opa Hond al. Hoera! Opa Hond weet alles van auto's. Is het ernstig? Nee, alleen de benzinetank is leeg. En wat doen we nu? In mijn garage heb ik genoeg benzine. Ik sleep jullie wel even. Opa Hond sleept de auto van Peppa mee terug naar zijn garage. En nu doet opa Hond wat benzine in de tank. Bedankt, opa Hond. Daar is Suzy Schaap met haar moeder in hun auto. Hallo, papa. Hallo, Suzy. De benzine was helemaal op. Opa Hond is ons komen redden. Wauw, dat klinkt spannend. Tot ziens, Peppa. Tot ziens, Suzy. Oh nee, alle lucht is uit de band gelopen. Moet opa Hond ons nu ook komen redden? Ik denk het wel. Garage opa Hond hier. Ik snap het. Geen paniek, mevrouw Schaap. Ik kom erop. Reddingsactie! Mag ik ook met jullie mee? Spring er maar in, Peppa. Reddingsactie! Reddingsactie! Hallo, Suzy. Wij zijn er om jullie te redden. Hoera! Opa Hond doet snel weer lucht in de band. Dank u, opa Hond. En daar zijn opa en oma Big in hun auto. Hallo allemaal. Hallo, opa Big. Komt u voor benzine of lucht?
Nee, bedankt. Ik kom de nieuwe wasstraat uitproberen. Uitstekend. Hij is computergestuurd, weet u. Hallo, ik ben uw wasstraat van de toekomst. Oeh. Eerst even inzeven. Dan afspoelen. En tenslotte even oppoetsen. Wauw! Het spijt me, ik heb een storing. Oh nee, de computer is kapot. En de auto van opa Big zit vast. Ah, doe toch iets, opa hond. Oeh, maar ik heb geen verstand van computers. Mijn papa heeft thuis de computer gemaakt. Nou eerlijk gezegd heb ik hem niet gemaakt. Ik heb alleen... Mooi, dan is dit een werkje voor papa Big. Misschien moet ik hem even uitzetten. En nu weer aanzetten. Papa Big heeft de wasstraat gemaakt. Hoera! Opa Hond is de beste automonteur, maar mijn papa is wasstraatmonteur. Een mistig dagje. Peppa en George gaan vandaag naar de speeltuin. Zullen we met de auto naar de speeltuin? Nee, we lopen. Kijk, het is echt niet ver weg. De speeltuin is inderdaad vlakbij. Goed dan, we lopen. Deze kant op allemaal. Wij gaan naar de speeltuin, wij gaan naar de speeltuin. Oh, waar is de zon nou heen? Geen paniek, Peppa. Het is gewoon mist. Wat is mist? Mist is een wolk die op de grond zweeft in plaats van in de lucht. Oeh. Het is wel dichte mist. Ik zie helemaal niks meer. Misschien moeten we terug naar huis. Ja, we gaan wel een andere keer naar de speeltuin. Oh. Het is te mistig om naar de speeltuin te gaan. Dus moeten Peppa en George terug naar huis? Goed. Welke kant moeten we op? Zijn we verdwaald, papa Big? Rustig maar. Ik weet precies waar we nu zijn. Hierheen. Wat doet die boom daar? Papa Big is tegen een boom aangebotst. Ben je nog heel, papa Big? Ja, niks aan de hand. Hierheen. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Ik geloof dat we ons huis nooit meer terugvinden. Ik weet zeker van wel, Peppa. We zijn al in onze tuin. Oh, dat zijn de eendjes. Hallo, mevrouw Eend. Bent u de vijver soms kwijt? Wij zijn ook kwijt. Wel, nee, Peppa. Ik weet precies waar we zijn. Tot ziens weer, eendjes. Succes met het vinden van de vijver. Oh! Papa Big heeft de vijver gevonden. Wat een geluk! Ja, ik ben een geluksbig. Papa, mevrouw Eend zegt dank u. Heel graag gedaan, mevrouw Eend. Goed. Dan gaan we nu naar huis. En we gaan deze kant op. Hallo. Horen jullie ook iets? Ja, ik dacht dat ik iemand hoorde zeggen... Hallo. Het is mevrouw Konijn, samen met Kelly en Kareltje. Hallo, Peppa. We zijn verdwaald. Hallo daar, Kelly. Wij zijn ook verdwaald. We waren op weg naar de speeltuin. Wij dus ook. Maar het is veel te mistig geworden. Kom mee allemaal. We wachten thuis totdat de mist is opgetrokken. Papa Big, weet je waar je naartoe gaat? Ja, natuurlijk wel. Hierheen. Ja, papa Big. Aha, ik heb onze heuvel gevonden. Nu zijn we zo thuis. Hoera! Ons huis staat namelijk hier. Oh, papa Big heeft een ladder gevonden. Dat is raar. We hebben toch geen ladder in onze tuin? Alle biggen. Kan je zien waar we zijn, papa Big? Heel erg goed zelfs.
Papa, waar zijn we dan? Kijk zelf maar even. Oké. Wauw. Wauw. Ik kan alles ineens weer zien. De mist trekt snel weg. We zijn in de speeltuin. Hoera! Wee! Wij zijn in de speeltuin. Wij zijn in de speeltuin. Joepie! Wip-wap, wip-wap. Papa, mama! We zijn in de speeltuin. Maar dat is een gelukje, want ik dacht dat we naar huis gingen. Ja, ik ook. Misschien waren we toch wel een beetje verdwaald. De rommelmarkt. Het is een regenachtige dag en in het dak van de school zit een gat. Kinderen, wij gaan een rommelmarkt organiseren. Het geld dat we verdienen gaat naar een nieuw dak voor de school. Hoera! Iedereen moet dus iets geven voor de rommelmarkt. Wat dan precies? Je kunt oud speelgoed geven of iets dat je niet meer gebruikt. Miauw. Alle ouders komen hun kinderen ophalen. Naar huis. En vergeet niet oude spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt. Peppa kiest speelgoed uit voor de rommelmarkt. Peppa, heb je al gekozen? Je hoeft maar één ding weg te geven. Ja, en zo help je de school aan een gloednieuw dak. Oké, dan kies ik... Meneertje Dinosaurus. Meneer Dinosaurus is het lievelingsspeelgoed van George. Peppa, je kunt meneer Dinosaurus niet weggeven. Echt niet? Nee. Ik snap het. Sorry, George. Dinosaurus. Waarom kies je niet deze oude springvierenpop? Oké. Nu is het jouw beurt, papa. Wat? We moeten allemaal iets geven voor de rommelmarkt. Ja, ik geef deze hoed en George geeft deze bal weg. En wat gaat papa geven? Ik weet wat, de televisie. Niet de tv. Nee, die gebruiken we nog. Ik weet het. Papa stinkpantoffels. Nee, te stinkerig. Ik weet het. Papa's oude stoel. Maar die is antiek. Wat betekent antiek? Antiek betekent dat iets oud is en waardevol. Maar deze heb je van de straat gehaald, papa Big. Hij is waardeloos. Als ik hem heb opgeknapt, is hij een fortuin waard. Dat zeg je nu al zoveel jaren, papa Big. Ik weet iets. Ik geef deze prachtige sokken die oma Big gebreid heeft. Mooi. Ik kom jullie spulletjes voor de rommelmarkt ophalen. Hier zijn ze. Dank je. Wat dacht u van deze oude stoel? Oh, wat aardig van u. Tot ziens. Tot ziens. Mama, je hebt papa's stoel weggegeven. Sst, niks zeggen. Hij ziet het toch niet. Vandaag is de dag van de rommelmarkt. Hallo. Hallo, mejuffrouw Konijn. Peppa, wat vind je van deze stoel? Het is dan wel oude troep, maar als je hem stuk hakt, kan die in de open haard. Die stoel is antiek. Echt waar? Papa zei dat hij een fortuin waard is. Wie had dat gedacht? Dan gooi ik de prijs omhoog. Dag. Hallo allemaal. Hallo, Peppa. Wat heb jij gegeven, Suzy? Mijn doktersverkleedkleren. En ik mijn papegaaienballon. Ik heb mijn aapje gegeven. Oh, ik zal mijn springveerpoppetje missen. Kan ik dit springveerpoppetje kopen? En ik deze doktersverkleedkleren? De papegaaienballon alstublieft. Mama, mama, dit hebben wij gekocht. Oh, jullie oude speelgoed. Dan is dat zo erg. Kijk, dit heb ik gekocht. Een mooie antieke stoel. Oh, papa Big, dat is geen antieke stoel. Wel waar, mejuffrouw Konijn zei het. En hij past bij mijn andere. Ja, papa, dat komt omdat... Sst, Peppa. Het jouw oude stoel is.
Wat? Maar ik heb net een fortuin betaald aan mevrouw Konijn. Ik heb fantastisch nieuws, iedereen. We hebben nu meer dan genoeg geld opgehaald voor een nieuw schooldak. Hoera! Bedankt hoor, papa Big. Ho, ho. Het was geen enkel probleem. Zwemmen! Familie Big is in het zwembad. Papa Big heeft zijn zwembroek aan. Mama Big draagt haar bikini. Peppa heeft haar badpak aan. Opschieten, George! We staan op je te wachten! En George heeft ook zijn zwembroek aan. Peppa, George, papa geeft jullie je zwemvleugeltjes. Kijk eens, George. Nu heb je twee hele gespierde armen. Nu ik! Mooi. Dan kunnen we nu het water in. Hoera! Voor George is dit de eerste keer in het zwembad. Doe eerst maar eens één voetje in het water. Misschien werkt je andere voet beter. Misschien werkt het nog beter met allebei je voetjes tegelijk. Goed idee. Goed zo, George. Maar je mag nu wel stoppen met al dat spetteren. Daar komt Kelly Konijn aan, samen met haar kleine broertje, Karel. Hallo daar, Kelly. Hallo allemaal. Karel, als je dit matje vasthoudt, dan kun je de beenslag oefenen. George, wil jij de beenslag ook proberen? Goed zo, jongens. Maar niet zo spetteren. Grote kinderen spetteren niet. Wij zijn al heel goed in zwemmen. Als George en Karel groter zijn, kunnen ze net zo goed zwemmen als wij. Denk je ook niet, Kelly? Ja. Oh! Karel heeft een speelgoedgietertje. Hou op, Karel. Oh nee, Karel laat zijn gietertje vallen in het zwembad. Mami? Sorry, Karel. Daar kan ik niet bij. Het is echt veel te diep. Mami? Ik kan niet onder water zwemmen. Zelfs ik kan niet onder water zwemmen. Hou jij mijn bril vast, mama Big? Hoera! Alsjeblieft. Piep, piep. Goed gedaan, papa Big. Ik ben best wel goed in onderwater zwemmen. Dat gietertje is echt voor baby's. Mogen we van de duikplank afduiken? Sorry, Peppa, maar duikplanken zijn echt voor volwassenen. Oh. Niet zo somber, jullie. Ik zal er wel afduiken. Gekke papa, je buik is veel te dik. Haha, onzin. Ik heb prijzen gewonnen met duiken toen ik nog jong was. Dat is al een aardig tijdje geleden, papa Big. Ja, maar gelukkig ben ik nog heel fit en sterk. Hou jij mijn bril weer vast, mama Big? Jullie kunnen beter vanaf de zijkant kijken. Wil je ons alsjeblieft niet nat spetteren, papa? Natuurlijk spetter ik je niet nat, Peppa. Ik denk dat ik van de hoge ga. Wees voorzichtig, papa Big. Ja, en niet spetteren, papa. Rustig maar, Peppa. Je mag ons niet nat spetteren, papa. Ik zei toch dat ik niet spetter? Slimme papa. Goed gedaan, papa Big. Een handdoek heb ik niet nodig. Ik heb mijn eigen manier om droog te worden. Papa Big heeft iedereen nat gespetterd. Papa Big. Sorry allemaal. Ha
Mama Big heeft een speciale doos voor Peppa gemaakt. Peppa, deze doos is alleen voor jou. Dank je, mama. Het is een geheime doos om je geheime dingen in te bewaren. Wat voor dingen kan ik er dan in stoppen, mama? Dat moet jij bepalen, Peppa. Het is jouw geheime doos. Ik weet wat ik erin ga stoppen. Mooi, maar vertel het me niet. Ik zeg niks tegen jou, of tegen George, of tegen papa. Het is een geheimpje. George, dit is mijn geheime doos. Hij is nu leeg. Ik moet iets gaan zoeken om erin te stoppen. George wil Peppa helpen. Nee, George. Alleen ik mag weten wat erin zit. Jij moet buiten wachten totdat ik klaar ben. Peppa zoekt wat geheime dingen om in de doos te stoppen. Mijn geheime doos zit helemaal vol. George, je mag er niet in kijken. George wil graag weten wat er in Peppa's geheime doos zit. Als je wilt, mag je wel gaan raden. Dinosaurus. George denkt dat meneer Dinosaurus in de doos zit. Oh, George. Jij hebt het altijd over meneer Dinosaurus. Hoe dan ook, een dinosaurus past niet in deze doos. George kan niet raden wat er in de doos zit. Papa Big maakt een schilderij schoon. Papa, dit is mijn geheime doos. Heeft mama voor me gemaakt. Dat is heel mooi, Peppa. Wat zit erin? Dat is een geheim. George probeerde het te raden, maar hij had het niet goed. Mag ik het eens proberen? Ja! Heb je mijn bril er soms in gestopt? Nee! Je bril staat op je neus. Je hebt gelijk. Malle papa, je moet het wel goed raden. Oké. Heb je mama's schoenen in de doos gestopt? Nee, en nu mag je niet meer raden. Peppa houdt van geheimen. Mama, niemand weet wat er in mijn doos zit. Oh, wat heeft George daar? George heeft ook een geheime doos. Hij heeft er van alles in gedaan. Alleen George weet wat erin zit. Oh. Peppa wil weten wat er in de doos van George zit. Dat is George een dinosaurus natuurlijk. Nee. Het is niet de dinosaurus die in de doos zit. Het is veel te moeilijk. Ik raad het nooit. Peppa vindt geheimen niet meer zo leuk als eerst. Misschien als je George iets uit jouw doos laat zien, dat je ook iets uit zijn doos mag zien. Oké. Maar we moeten het wel tegelijk doen. Dat is een goed idee. Als ik tot 3 tel, laten jullie allebei zien wat erin zit. Klaar? Ja. 1, 2, 3. George heeft een trommel. En Peppa heeft een trompet. Geweldig. Ja, dat klinkt erg mooi. Hebben jullie nog meer geheimen? George heeft een donut. Oh. Maar Peppa's doos is leeg. Ik heb niks meer. Gelukkig ik wel. Kom maar met me mee. George, Peppa, Mama Big en Papa Big vinden donuts allemaal lekker. Ik heb geen speciale doos. Maar ik weet wel een goede plek om een donut te verstoppen. Kunnen jullie raden waar? Ga je hem misschien verstoppen in de koelkast? Nee, op een veel specialere plek. Mijn buik. Heerlijk. Ik ga de mijne in mijn buik verstoppen. Ik ook. Vliegeren. Het is een zonnige dag. Peppa en haar familie zijn in het park. Ze gaan vliegeren. George mag als eerste vliegeren. George rent zo snel als hij kan. Maar de vlieger gaat niet omhoog.
George, je doet het helemaal fout. Je rende niet hard genoeg. Nu is mijn beurt. Peppa rent zo hard als ze kan. Maar de vlieger vliegt nog steeds niet. Hij vliegt niet als er geen wind staat. Ook al ren je nog zo hard. Oh. We moeten gewoon even wachten tot de wind weer opsteekt. Oh. Kijk, het gaat nu waaien. Nu er een windje staat, kan hij omhoog. Het waait nu behoorlijk. Het waait nu ontzettend. George! Wow! Peppa! Dank je, papa. Nu vliegt het papa weg. Hoera! Hoger, hoger! Papa Big kan goed vliegeren. Wow. Ja, ik ben nogal een expert op dat gebied. Kijk uit voor die boom. Straks blijft hij erin hangen. Rustig maar. Ik weet wat ik doe. Oh jee. Papa Big heeft met de vlieger de boom geraakt. Oh nee. Oh. Rustig maar, George. Papa haalt hem wel uit de boom. Hoera! Ja. Voorzichtig, daar is een modderpoel. Peppa en George springen graag in modderpoelen. Mogen we erin springen? Ja? Nee, dan zitten jullie onder de modder. Oh. Aan de kant, jongens. Wees voorzichtig, papa Big. Ik weet heus wel wat ik doe. Doe toch voorzichtig. Nog een beetje verder, papa. Papa Big, je bent echt veel te zwaar voor die tak. Onzin. Ik weet heus wel hoe zwaar ik ben. Zo. Hoera! Papa Big heeft de vlieger bevrijd. Wow! Oh jee, iedereen zit onder de modder. Het is maar modder. Gelukkig heeft Papa Big zich niet bezeerd. En de vlieger is uit de boom. Hoera! Mama, nu we toch vies zijn, mogen we nu in de modderpoel? Nou, vooruit dan maar. Veel modderiger kan het toch niet. En ik denk dat papa deze keer de was maar eens moet doen. Oh? Peppa en George springen graag in de modderpoel. Mama en papa springen graag in de modderpoel. Iedereen springt graag in de modderpoel. Springen in een modderpoel is net zo leuk als vliegeren. Picknick. Het is een mooie zonnige dag. Peppa en haar familie gaan vandaag picknicken. Papa Big draagt de picknickmand. Picknicklaken, brood, kaas, tomaten en limonade. Zijn we soms nog iets vergeten? Mama's aardbeientaart. Hoho, het was maar een grapje. Mama's zelfgebakken taart zit er ook bij. Is iedereen klaar? Ja! Dan gaan we! Dat is een mooi plekje voor onze picknick. Hoera! Oh, wat is het heerlijk buiten. We zouden eigenlijk wat moeten gaan sporten. Ik wil eten en dan slapen. Ik ga echt geen rondjes rennen, hoor.
Ik ook niet. Laat papa maar rondjes rennen. Zijn buik is veel te dik. Mijn buikje is niet dik. Maar strakjes ga ik toch sporten, zelfs als niemand meedoet. Tas toe. Goed idee, mama Big. Ik heb toch zo'n trek. Verrukkelijk. Ik ben opeens een beetje moe. Ik dacht dat je wat wilde rondrennen, papa Big. Strakjes. Kijk, een eendenvijvertje. Mama, mogen we ze voeren? Ja, voer ze dit restje brood maar. Peppa en George zijn gek op eendjes voeren. Mama, ik denk dat ze meer willen. Er is niet meer, schat. Ze hebben vast genoeg gehad. Sorry, mevrouw Eend. We hebben geen brood meer. De eendjes willen meer. Nu heeft papa Big wel genoeg gesport. Wat? Zijn jullie daar weer? Peppa zei toch, het brood is op. Mama, we hebben nog wel aardbeientaart. Goed, als er nog wat taart overblijft, mogen ze dat hebben. Iedereen smult van mama's zelfgebakken aardbeientaart. Oeh, een wesp. Ik haat wespen. Weg. Maak je niet dik, mama Big. Het is maar een klein wespje. Oh, ga weg, wesp. Blijf stilstaan, lieverd. Dan vliegt hij wel weg. Zie je wel? Je moet gewoon stil blijven staan. Huh? Wegwezen. Bah! Wow! Help! Wow! Kst! Haal die wesp weg! Wow! Ik hoop dat papa niet gestoken wordt. Wow! Ga weg, jij naarbeest! Nee, papa rent veel te hard voor dat kleine wespje. Wow! Kom, taart eten! Voor de wesp terugkomt. Oh nee, we zijn de eendjes helemaal vergeten. Eindelijk, ik ben hem kwijt. Ik had dat werkelijk nooit gedacht, papa Big. Je bent dus kilo's kwijt? Gelukkig heb ik wel mijn aardbeientaartje weten te redden. Wacht, papa. We zouden taart bewaren voor de eendjes. Oh? Jullie boffen maar, zeg. Zeg maar dankje, papa Big. Heel graag gedaan, hoor. Ho, ho. Kom, we gaan naar huis. Zeg de eendjes maar gedag. Dag, eendjes. Tot ziens weer. Ik ben Peppa Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Pannenkoeken. Het is theetijd. En mama Big heeft een verrassing voor iedereen. Vandaag is een dag vol pannenkoeken. Pannenkoeken, verrukkelijk. Ik ben dol op pannenkoeken. Iedereen is dol op pannenkoeken. Ik ben de expert in het omdraaien en opvangen. Dat doe ik wel. Weet je het zeker, papa Big? De vorige keer werd je erg knorrig toen je pannenkoek op de vloer viel. Ik werd helemaal niet knorrig. Er was iets mis met de koekenpan. Alsjeblieft, mogen George en ik helpen, mam, toe? Ja, help me maar met het beslag maken. Eerst doe ik wat bloem in de kom.
Dan doe ik er een ei bij. En wat melk. En dan gaan we goed roeren. Mama, mag ik roeren? Natuurlijk, Peppa. Peppa vindt het leuk om te roeren. George wil ook roeren. Nee, George, kijk, zo. Oké, genoeg geroerd zo. Gaan jullie maar aan tafel, dan bak ik de pannenkoeken. Mama Big gaat nu de pannenkoek omdraaien. Hoera! Dat kan toch veel hoger, Mama Big? Laat dat straks maar zien bij je eigen pannenkoek, Papa Big. De eerste pannenkoek is voor George. Mama Big schenkt een beetje stroop over de pannenkoek van George. Verrukkelijk! Deze pannenkoek is voor Peppa. Hoera! Dat kan echt veel hoger, Mama Big. Laat dat straks maar zien als je je eigen pannenkoek maakt, Papa Big. Stroop, alsjeblieft. Verrukkelijk. Deze pannenkoek is voor Mama Big. Hoera! Dat gaat nog steeds niet hoog genoeg, hoor, Mama Big. De volgende is voor jou, Papa Big. Dus laat ons nu maar eens zien hoe het echt moet. Verrukkelijk. Goed opletten allemaal. Het geheim van een goede pannenkoek is dat je hem zo hoog mogelijk opgooit. En 1, 2, 3... Hoepla! Malle papa. Oh, dit was misschien iets te hoog. Wat zonde. Dat was de laatste pannenkoek. Oh, geen probleem. Die krijgen we zo omlaag. Oh jee. Papa Big kan niet bij zijn pannenkoek. Geen zorgen, Papa Big. Ik heb misschien wel een goed idee. Kom, we gaan naar boven, kinderen. Volg mij. Wat zou Mama Big toch van plan zijn? Ik tel tot 3 en dan spring je zo hard als je kan op en neer. 1, 2, 3, spring! Waar zijn ze mee bezig? Het werkt. Nu heeft Papa Big ook zijn pannenkoek. Papa heeft de pannenkoek op zijn hoofd. Stroop op je pannenkoek, Papa Big? Ja, graag. 1, 2, 3. Hopla! Verrukkelijk. Malle papa. Oppassen. Mama en papa Big gaan een avondje uit. Oma en opa Big komen oppassen. Oma Big. Opa Big. Omi ik. Opie ik. Hallo, mijn kindertjes. Hallo. Peppa, George en nu naar bed. Hup. Slaap zacht, biggetjes van me. Welterusten, slaap zacht. Welterusten, mama. Welterusten, papa. Wat een engeltjes. En nu snel gaan slapen. Ja, mama. Zo braaf en zoet. Mama en papa Big gaan weg voor hun avondje uit. Peppa en George zijn toch zo zoet. Ze vallen allebei gewoon in slaap als mama Big daarom vraagt. Het oppassen wordt een makkie. George, ben je wakker?
Sst. Wat is dat voor geluid? Nou, misschien moeten we even boven kijken. Peppa, George, zijn jullie nog wakker? Ach, kijk nou zeg, als roosjes. Aha, die herrie kwam dus helemaal niet van Peppa en George. Ik hoor echt helemaal niets. Misschien zijn ze nu echt in slaap gevallen. Laten we televisie kijken. Tuinieren, vandaag gaan we het hebben over rozen. Oh, fijn. Ik ben gek op tuinieren. De priksteel is een bijzonder stekelige roos. Om ze te snoeien, buig dan eerst de kop en knip dan alle scheuten weg. Oma Big? Peppa, George, jullie horen in bed te liggen. George en ik kunnen helemaal niet slapen. Mogen we mee tv kijken? Nou, misschien worden jullie wel moe hè, van een beetje tv kijken. Wat jij, opa? IJslandse rozen zijn zeer zeldzaam, maar een feest voor iedereen met groene vingers. Al hebben ze wel de neiging om te gaan hangen bij te zachte temperaturen. Oh, wat een saai programma is dit. Opa Big, kent u nog dat spel waarin u ons opgooit en weer opvangt? Tuurlijk. Vooruit, allebei één keertje. Je bent weer gegroeid. Nu is George aan de beurt. Ik weer. Hoger. Misschien dat opa een beetje moe geworden is. Wacht eens. Laten we tikketje doen. Jij bent hem. Pak ons dan als je kan. Pak me dan. Ja. Nou, ik zal je pakken. Ik krijg me nooit te pakken. Kom dan. Nee. Mama en papa Big komen weer thuis. Ik hoop dat onze biggetjes slapen. Hallo, is er iemand? Onze kleine biggetjes slapen. Net als onze grote biggetjes. De slaperige prinses. Het is bedtijd. Peppa en George gaan naar bed toe. Welterusten, Peppa en George. Mama, papa. Ja, Peppa? Ik heb nog geen slaap. Vertel je een verhaaltje? Maar misschien heeft George wel slaap en wil hij geen verhaaltje. George, wil jij een verhaaltje? Zeg ja. Oké, dan vertel ik jullie één verhaaltje. Als papa Big een verhaal vertelt, beloof dan dat jullie daarna gaan slapen. Beloven we. Ik vertel jullie het verhaal van de slaperige prinses. Is het wel een leuk verhaaltje? Het klinkt niet echt spannend. Het is wel spannend en heel erg leuk. Komt er een kleine prinses in voor? Peppa, als je blijft praten, kan papa Big niet gaan beginnen. Sorry, mama. Maar komt er een kleine prinses in dat verhaal voor, papa? Ja. Er komt een kleine prinses in voor. De slaperige prinses. Heel lang geleden woonde in een kasteel een kleine prinses. Men noemde haar de slaperige prinses. Papa, waarom heette ze zo? Dat hoor je straks wel. Was de slaperige prinses mooi? Ja, ze was heel erg mooi.
Het liefst keek ze de hele dag in de spiegel. Wat ben ik toch mooi, zag! Wie woonde er nog meer in dat kasteel? Nou, Wie daar ook woonde waren de kleine prins, koningin mama en koning papa. Dat klopt. Die woonden er ook allemaal. Had koning papa een dikke buik? Natuurlijk niet. Hij was erg knap, net als ik. Hoe dan ook, er woonde daar ook een draak. Dinosaurus! Een dinosaurus? Het was geen draak, maar een dinosaurus. Buiten het kasteel woonde een enorme, gemene dinosaurus. Oh jee, misschien was de dinosaurus niet zo gemeen, papa Big. Sorry, George. Nee, de dinosaurus was erg aardig. Hij at heel veel gras. Papa Big. Oh, sorry. Ik deed de dinosaurus na. Papa, waarom heet de prinses de slaperige prinses? Dat hoor je vanzelf. Want kijk, de zon ging onder en de sterren en de maan verschenen. En iedereen werd heel erg slaperig. Maar het meest slaperig van allemaal werd de slaperige prinses. Peppa, ben jij slaperig? Nee, papa, dat ben ik helemaal niet. Maar iemand anders wel. George, word wakker. Je mist het eind van het verhaal nog. Goed. Peppa is dan misschien niet slaperig, maar de prinses was dat zeker wel. De hele dag naar zichzelf in de spiegel kijken heeft haar behoorlijk uitgeput. Oh. Ik draag jou wel naar bed. Slaap zacht. De slaperige prinses was zo slaperig dat ze zomaar in een diepe slaap viel. Bedankt voor het verhaaltje, koning papa. Graag gedaan, koningin mama. En ons prinsje en prinsesje vonden het ook leuk. Peppa en haar familie gaan kamperen. Ik ben dol op kamperen. We zijn er! Hoera! Peppa, George, dit is de tent die ik had toen ik nog een biggetje was. Papa, hoe maak je daar nou een tent van? Geen zorgen, Peppa. Ik ben een kei in kamperen. Mama Big, gooi de tent maar over de stokken. Kijk eens aan. Makkelijk als wat. Oeh. Zijn die haringen nog nodig? Natuurlijk. De haringen vergeten. De haringen houden de tent overeind. Klaar. De tent ziet er maar klein uit. Hij was groot genoeg voor mij toen ik een biggetje was. Maar hij lijkt inderdaad wel klein nu. Dat komt omdat je groter gegroeid bent sinds die tijd, papa Big. En je buik die is nog het meest gegroeid. Over buiken gesproken, tijd om te koken. Ja, ja! Eerst moeten we hout sprokkelen voor het kampvuur. Yippie! Peppa en George helpen papa Big met sprokkelen van hout voor het kampvuur. George, ik raap de takken op en jij draagt ze. Hout sprokkelen is leuk. Mooi, dat is genoeg hout. Dit wordt een mooi kampvuur. Ik ga het aansteken. Hier zijn lucifers. Ho, ho, die zijn niet nodig. Papa, hoe wil je dan het kampvuur aansteken? Nou, op de ouderwetse manier. Door twee stokjes snel over elkaar te wrijven. Papa Big wrijft twee stokjes snel over elkaar om het kampvuur aan te steken. Waar is het vuur nou, papa? Even nog. Hoera! Makkelijk als wat. Nu kunnen we de tomatensoep gaan maken. Ah,
Moet je de natuur eens horen. Wat is dat voor een geluid? Het geluid van chirpende krekels. En wat is dat? Dat is een uil. Kijk, hij zit daar. Wauw! En wat is dat dan daar? Oh, ik weet het niet. Het is de buik van papa. Mijn rommelende buik is het mooiste natuurgeluid. Het betekent etenstijd. Ik ben dol op tomatensoep. Nou, ik ook. Nog een van papa Bigs bijzondere natuurgeluiden. Hé? Wat? Kom op, kinderen, de tent in. Het is bedtijd. We passen er niet in. Daar is de tent te klein voor. Dat valt wel mee. Hup erin. Schuif eens wat op, mama Big. Papa, je bent te groot voor de tent. Geen probleem. Ik slaap toch veel liever buiten, hoor. Welterusten, papa Big. Welterusten, papa. Rusten. Welterusten, iedereen. Mama Big, Peppa en George slapen in de tent. Papa Big slaapt buiten onder de sterren. Ah, ik ben dol op kamperen. Slapen in de open lucht onder de sterren. Misschien was dit toch niet zo'n goed idee. Het is ochtend. Papa, het was lekker gezellig in de tent. Oh, waar is papa? Papa Big is weg. Arme papa Big. Hij vond het vast koud en nat. Maar waar is hij nu? Wat is dat voor geluid? Dat klinkt als snurken. Papa Big! Huh? Papa, alles oké? Okay? Ja, maar natuurlijk. Ik ben een kei in kamperen. Ik sliep in de auto. Malle papa. Ik ben dol op kamperen. De boomhut. Peppa en George gaan op bezoek bij oma en opa Big. Oma Big! Omi, ik! Hallo, mijn biggetjes. Voordat jullie binnenkomen, eerst je modderige laars uit. Ja, oma. Peppa, George, kijk eens wat ik heb gemaakt. Kleine gordijnen. Oh, en waar zijn die gordijnen voor, oma Big? Dat is een verrassing. Wil je zien wat opa Big voor jullie in de tuin heeft gemaakt? Ja, graag! Opa Big! Opie, ik! Hallo, Peppa en George. Kijk eens wat ik voor jullie heb gemaakt. Een boomhut. Een boomhut? Voor George en mij? En de gordijnen zijn voor in de boomhut. Hoera! Peppa en George zijn dol op hun boomhut. Dank u, oma Big. Dank u, opa Big. Wie wil er als eerste naar binnen? Ik. Ga je gang maar. Voor ik naar binnen ga, trek ik mijn modderige laarzen uit. Ik zit in mijn boomhut. Ik zit in mijn boomhut. George, zou jij ook graag in de boomhut willen? Ja, wie is daar? Een jonge big genaamd George wil graag op bezoek komen. Mag hij naar binnen? Als hij maar zijn modderige laarzen uittrekt. George, trek je laarzen uit. Dan mag je Peppa bezoeken in haar boomhut. Wie is daar? George. Ja, wie is daar? Mama Big, is er plek voor nog meer bezoekers? Dan moet je eerst het wachtwoord zeggen. Anders kom je er niet in. Juist, ja. En wat is het wachtwoord dan? Ik zal het in je oor fluisteren. Het geheime wachtwoord is papa's dikke buik. Oké. Wat is het wachtwoord?
papa's dikke buik. Dat klopt! Papa's dikke buikje! Ik vind dat maar een heel vreemd wachtwoord. Mama, voordat je naar binnen mag, moet je je laarzen uitdoen. Uiteraard. Er is ook nog plek voor papa. Wat is het geheime wachtwoord, papa? Mag ik misschien een ander geheim wachtwoord? Nee. Oh, nou goed. Papa's dikke buik, ja. Dat klopt. Kom er maar in hoor, papa. Trek je laars uit. Ik ben bang dat ik niet door de deur pas. Dat komt omdat je buik te dik is. Wacht eens. Papa Big kan naar binnen via het dak. Peppa, George, mama en papa Big zitten allemaal in de boomhut. Oma, ik ben dol op onze hut. Ik wil er nou nooit meer uit. Dat is leuk, Peppa. Maar weet je zeker dat je dan niet meer langs wil komen in mijn huis? Nee, dank u, oma. In dat geval moeten opa Big en ik onze zelfgebakken koekjes maar helemaal zelf opeten. Koekjes! Oma Big! Hier zijn mijn zelfgebakken koekjes. Maar je moet eerst het wachtwoord zeggen voordat je naar binnen mag. Wachtwoord! Dat is makkelijk. Papa's dikke buik, toch? Dat klopt. Nou, ik vind het nog steeds maar een heel raar wachtwoord, hoor. Onweer. Het is een prachtige zonnige dag. Peppa en George zijn aan het picknicken. Ik heb hier vruchtensap voor jou, Teddy. Wat zeg je nou? Hartelijk bedankt, Peppa. Nou, heel graag gedaan hoor, Teddy. En wat vruchtensap voor jou, meneer dinosaurus. En wat zeg jij dan? Ook. Heel graag gedaan, meneer dinosaurus. Willen Teddy of meneer dinosaurus een koekje? We hebben geen honger. Dus Peppa en George mogen alle koekjes. Dank je, Teddy. Wat is dat voor geluid? Peppa, George, snel, kom maar gauw naar binnen. Mama, er was net een grote knal. Dat was donder, Peppa. Dat betekent dat er straks een onweersbui met veel regen komt. Snel, vlucht naar binnen, voor je nat wordt. Hoho, geen paniek jullie. De regen is nog heel ver weg. De lucht wordt alsmaar donkerder en donkerder. Het gaat straks onweren. Peppa, George, is al het speelgoed mee naar binnen gekomen? Dinosaurus! Mooi, meneer dinosaurus is veilig. Teddy! Ik heb Teddy in de tuin laten liggen. Nou wordt hij nat. Maak je geen zorgen, Peppa. Papa Big zal Teddy redden. Schiet maar op dan, papa Big. Het gaat zo regenen. Ik weet alles over onweer. Dat duurt nog wel even. Zie je wel. Tijd genoeg voor het gaat regenen. Arme Teddy. Hij is helemaal nat. Kijk. Ja, arme Teddy. We drogen hem af. Arme Teddy. Kijk eens aan, Teddy. Weer droog. En je arme papa dan? Ik ben toch ook helemaal nat? Oh, sorry, papa Big. We drogen jou ook af. Kijk eens aan, papa Big. Helemaal droog. Oh? Het regent nu ook in huis. De vloer wordt helemaal nat. Oh jee, wat moeten we doen, papa Big? Geen zorgen. Papa Big gebruikt een emmer om de druppels op te vangen. Goed zo, papa Big.
Makkelijk als wat. Hé? Wat? Oh! Snel, vind nog iets om het water mee op te vangen. Heel goed, Peppa. Zo makkelijk als wat. Mama, de donder maakt wel veel lawaai. Het is al goed, kinderen. Wees maar niet bang, hoor. Laten we tellen vanaf elke flits tot het dondert. Hoe hoger het getal, hoe verder weg het onweer is. 1, 2, 3. Dat is 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 5. Het onweer gaat langzaam verder weg. Het onweer is weer voorbij. Hoera! Door de regen ligt de tuin vol met modderpoelen. Peppa is dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Ik ben dol op onweer. Dan komen er modderpoelen. Splet, splat, splet, splat. Thank you.